Beste kijkers, welkom. We gaan even praten met de directeur van de luchtvaartdienst, de heer Faisal Baren. Hij gaat ons vertellen hoe de ingebruikname heeft plaatsgevonden en verder zal functioneren van de nieuwe navigatieapparatuur. Kijkt u met ons mee. Directeur, er is kort geleden een nieuw systeem in werking getreden. Een navigatieapparatuur is zeg maar geïnstalleerd, een nieuwe navigatieapparatuur, laat mij even duidelijk zijn. Hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan en waarvoor was het echt nodig? Goed, laten we beginnen bij het begin. Suriname heeft in haar burgerluchtvaartsector een ILS-systeem gekend. Dat is een heel oud systeem, dat heeft van de jaren 80, heb ik mij laten vertellen. We moesten er zelfs nog om lachen toen wij dus bezig waren met de planning van het nieuwe systeem. Omdat wij dus met vergeeld papier, dat nog steeds met een typemachine was ingetypt, moesten werken en dat moesten overleggen aan de buitenlanders. Feit is dus dat het systeem 30 jaar oud is en aan vervanging toe was. Vanaf 2010 begonnen de rapportages te lopen dat het oude systeem in feite signalen doorgaf, readings doorgaf, die niet meer op vertrouwensbasis in feite 100% waren. In 2015 hebben wij een start gemaakt met de planning, uitgekeken naar of wij nog een ILS-systeem zouden hanteren of een ander systeem, want er zijn ook andersoortige systemen in de sector. En blijkt dus na consultatie dat het ILS-systeem toch wel het beste systeem is om voor te gaan. Dat besluit is toegenomen en we hebben toen het traject ingezet voor de aanschaf, de training en de installatie van het apparatuur. Het is niet van een leien dakje gegaan. We hebben enorm veel ondersteuning gehad vanaf het begin van de minister van Financiën. Destijds bestond het ministerie van TCT ook nog. Dus van TCT ook overgaan naar OWTC. Maar de persoon die het heel traject dus echt heeft meegemaakt en echt de financiële push heeft gegeven, want daar gaat het in feite om, is dus de minister van Financiën. Je kan zitten onderhandelen met fabrikanten en afdingen, maar op den duur als je met de financiële middelen op de proppen moet komen, moet je dat ook wel hebben. De aanschaf is gedaan. Er zijn toen een technici van onszelf geweest naar Kansas in de Verenigde Staten en daar hebben ze 6 weken lang de training ondergaan bij de fabrikant. Hoe werkt het systeem? Wat is het systeem? Hoe installeer je? Hoe onderhoud je? En dat is een unicum, omdat bij het oud systeem, in feite bij alle navigatieapparatuur dat we nu hebben, met uitzondering van de ILS, zijn we steeds afhankelijk geweest van het buitenland, een servicecontract, etcetera, waardoor je dus in feite steeds geld blijft uitgeven aan de longen. We hebben het nu andersom gedaan. Onze Surinamers zijn opgeleid. Onze Surinamers hebben geïnstalleerd onder supervisie van 1 engineer van het bedrijf. En wij doen nu zelf ook de maintenance. Het onderhoud liggen we dus ook zelf. Directeur, even inhaken hoor. U heeft het over ILS-systeem, toch? Wat houdt dat in? Wat moeten we een beetje begrijpen als we horen ILS-systeem? Nou kijk, we duiden steeds aan het ILS-systeem omdat dat bij het publiek leeft. En maar in feite bestaat het systeem dus uit 3 componenten. Hij bestaat uit een VOR, hij bestaat uit een DME en hij bestaat uit de ILS, de welbesproken ILS. Okay. Het ILS-systeem, of tenminste dat component, zorgt dus ervoor dat het luchtvaartuig dat de Pengelluchthaven aandoet, onder slechte weersomstandigheden of in de nachtelijke uren gewoon een veilige landing kan uitvoeren. En de nadruk ligt heel erg op veiligheid, want dat moet opgekrikt, nou ja, dat hebben we mede helpen opkrikken door het nieuwe systeem. Maar u moet zich ook ervan vergewissen dat in feite de Pengelluchthaven een drugs is in de nachtelijke uren. Okay. Sanderij, savannegebied, je hebt veel mist en de snelheid waarmee het luchtvaartuig aankomt kan dus ervoor zorgen bij mist dat de piloot in feite de landingsbaan niet ziet of zal missen en je neemt daarmee geen kansen. Een luchtvaartuig is geen voertuig
dat wanneer je brokken maakt, dat je uitstapt en kijkt wat er met het voertuig aan de hand is. Klopt. Dus daarvoor heb je dus wel goede navigatiesystemen nodig? Daarvoor heb je goede navigatiesystemen nodig, om die veiligheid dus toch te kunnen garanderen. Klopt. En dat past ook in de missie en de visie van de luchtvaartdienst. Er zijn een aantal mensen, geeft u aan, die trainingen hebben gevolgd in Amerika. Is het de bedoeling dat die groep mensen hier verder gaan met trainingen verzorgen of gaan zij het werk zelf doen? En hoe gaat dat verder in zijn werk qua uitbreiden van de kennis die zij allemaal hebben opgedaan? Nee, ze hebben geen trainde trainers. Het is dus gewoon maintenance personeel is opgeleid om in feite het apparatuur te onderhouden. Wat er dus wel gebeurt is dat ook anderen van de afdeling die in feite de opleiding hebben gevolgd, ja, maar dus wel in die richting zitten, ja, dat ze wel onder supervisie kunnen werken. Okay. Maar niet dat wij andere mensen gaan opleiden om dus het apparatuur te onderhouden. We hebben de trainers niet gedaan. In feite is dat ook aan de andere kant een beetje koffiedik kijken, omdat luchtvaart een dynamische sector is. Net wat ik u zei, we hebben ook gekeken naar andere systemen, een MLS-systeem bijvoorbeeld. En als we steeds die ontwikkeling hebben, wil dat zeggen dat je ook mee moet gaan met die ontwikkeling. Luchtvaartuigen worden aangepast, jij moet je systeem ook aanpassen. Wil je ze kunnen accommoderen, wil je meegaan? Kunt u even ingaan op de veranderingen die in de loop der jaren zijn gebracht in de organisatie? Als we even kijken en denken aan de apparatuur die allemaal zijn vernieuwd. En hoe is dat allemaal mogelijk gemaakt en hoe is dat allemaal toegegaan in de loop der jaren? Binnen de luchtvaartdienst hebben we een traject ingezet voor inderdaad in feite modernisering. We zijn dus nu meer IT-gericht. We gaan naar een paperless office. Het is een hele verandering. Het is een heel proces. Maar op den duur moet dat toch wel zijn vruchten afwerpen binnen deze sector en zeker binnen de luchtvaartdienst. Nogmaals, luchtvaart is dynamisch. Je komt er niet onderuit om met die ontwikkeling mee te gaan. En het heeft verschillende spin-offs, zeker ook voor de overheid. Als we dus er alleen maar aan denken dat de toerisme sector die we willen ontwikkelen. Deze toeristen, ik denk 80%, om maar even ruwe schatting te maken, komt binnen via de luchtwegen. Cargo, de goederen die u koopt, uw camerasysteem, de wasmachine, ijskast, noem maar op. Die komen of binnen via de maritieme wegen, of via de luchtwegen. Veelal doen mensen nu veel bestellingen in Miami. Cargo. De cargovluchten zijn ook bij ons toegenomen. Dus je ziet dat er een bepaalde trend is, een bepaalde ontwikkeling. En dat heeft dus ook weer een bepaalde economische spin-off, positieve spin-off. Dus je moet die sector wel blijven ontwikkelen en je moet die sector wel blijven ondersteunen, omdat ieder benefit daarvan. Ook uw relatie, de sociale contacten. Die komen binnen via de luchtwegen, veelal. Zorg en Hoop is dus de nationale luchthaven, om het maar even zo uit te drukken. Zorg en Hoop die is dus in feite het beginpunt en het eindpunt voor het totaal binnenland en ook de kustvlakte. In de kustvlakte hebben we airstrips, maar zeker ook in het binnenland. En de meeste vluchten die van Zorg en Hoop vertrekken naar het binnenland, hebben dus ook weer als eindbestemming Zorg en Hoop. Dus Zorg en Hoop is een hele belangrijke, cruciale luchthaven die in feite het totaalland, het achterland met name, foodiseert. Op dagbasis hebben we tussen de 50 naar 70 vluchtbewegingen op Zorg en Hoop. Het is een constant gaan en komen van luchtvaartuigen. En het is dus de zorg van de luchtvaartdienst, staatszorg, om de airstrips in het binnenland te onderhouden. Gisteren bijvoorbeeld heb ik een bezoek mogen brengen aan Kwame Nasimutu. En dat is dus op aangeven van de Gramang, die hier bij ons op bezoek was in december. Die heeft aandacht gevraagd voor de airstrip daar zo. We zijn gisteren gaan kijken en we gaan dat in samenwerking met
een andere luchtvaartmaatschappij, een domestic airline, gaan wij dus de baan daar zo moeten aanpakken. Ik legde gisteren ook uit dat dat combinatie moet doen in feite alleen maar via de luchtwegen te bereiken zijn. Het is te ver van Paramaribo om een boot te pakken naar Kwama. Je kan het niet met de auto bereiken, niet met de fiets. Dus de mensen zijn echt afhankelijk van luchtvaart. En dan gaat het dus om goederen die ze daar zo hebben, maar ook om zieken en gewonden te vervoeren in de stad als de zorg niet daar zo aanwezig is. Het is dus van eminent en cruciaal belang dat wij de airstrips en met name de vluchtbewegingen naar het binnenland blijven stimuleren en dat we dat blijven hebben. Als we horen over een navigatiesysteem, een navigatieapparatuur, dan denken we gauw dat de vluchten die worden uitgevoerd, met name vanuit deze luchthaven, dat die wel te volgen zijn. In hoeverre is dat zo? Met het nieuwe systeem, dat systeem dat we nu hebben, is dus slechts hulpmiddel voor de luchtvaartuigen. Dat zij dus een veilige vluchtuitvoering doen. Dan zijn we dus bezig om voor het volgen van de vluchten de radar te repareren en die ook in gebruik te nemen. De radar is dus voor de luchtverkeersleiding namelijk een hele grote hulpmiddel, omdat zij daarmee dus de luchtvaartuigen in beeld kunnen brengen, echt visual. En dat ze ook precies weten waar men precies is van het luchtruim. Op dit moment doen we de begeleiding nog steeds door middel van separatie. Het project hebben we dus opgestart en daarbij hebben we once again een enorme ondersteuning van de minister van Financiën hier. U bent al enkele jaren directeur van deze organisatie. Kunt u even aangeven hoe de samenwerking is met het personeel van de hele organisatie? Mijn persoonlijke ervaring is dus dat het een helle job is. Het is een hele zware job en je moet ervan houden om dit te kunnen doen. Luchtvaart moet in jou zitten. Je bent in feite constant op je kievieven. Het zij midden in de nacht, zij gewoon overdag tijdens kantooruren. Je bent gewoon eenmaal 24 uur in dienst. En je moet dat goed afstemmen op jouw privéleven. Die gaat er behoorlijk onder lijden. En voor de rest moet je dus bereid zijn echt eenmaal 24 uur dat zaakje te kunnen klaren. Binnen de dienst we hebben gelukkig geen mensen meer of personeelsleden meer die vanaf het bestaan van de luchtvaartdienst zijn allemaal gepensioneerd. Zo lang bestaat de luchtvaartdienst al. Maar we zijn dus een transformatieproces ondergaan en een proces neemt tijd. Dat wat ik zei, we zetten de hele dienst in een modern jasje. Het zijn 478 medewerkers. Het gaat niet altijd van een leien dakje. Het vereist veel consensus. En nogmaals eens weer consensus. En daarvoor moet je ook de tijd vinden, ondanks je de drukke werkzaamheden hebt, dagelijks gewoon van 7 tot 3 en nadien. Het is dus geen gemakkelijk proces, maar we zijn het proces gestart. En we boeken wel vorderingen. Ja, het is dus een proces binnen de luchtvaartdienst en we hebben ieder nodig om dit proces tot een succes te maken. Het is van eminent belang, heel belangrijk dat wij die transformatie ondergaan. Willen wij op internationaal niveau de sector bijbenen? Ja, directeur, was het eigenlijk de bedoeling om graag een nieuwe directeur en met name een jonge directeur hier te plaatsen om de modernisering te doen plaatsvinden? Dat weet ik niet. Het gaat dus om visie. Het gaat om wilskracht, het gaat om daadkracht. Dat was dus ook ter sprake gebracht tijdens de International World Aviation Forum, waar ik dus een van de panelleden was en diezezelfde vraag is gesteld voor alle 199 lidlanden. Mij is het niet gewend, mij is het niet gewoon dat een jong persoon dus zo'n functie vervult. Maar desondanks mocht Suriname tegelijkertijd ook weer de complimenten in ontvangst nemen dat we het dus niet onaardig hebben gedaan en dat we met rassenschreden vooruit zijn gegaan het afgelopen jaar.
Ik denk dus in, met alle respect, denk ik niet dat het gaat om een leeftijd. Het gaat om visie en waar je de sector naartoe wil brengen. En vooral één ding dat hoog in het vaandel moet staan, is het nationaal gevoel.